afvalverwerker Dar doet elke dag zijn uiterste best om onze leefomgeving schoon en netjes te houden. Maar dat doet ze niet alleen. Hierbij krijgen ze hulp van zogenoemde wijkhelden. Kinderen en volwassenen die vrijwillig afval prikken in hun omgeving. In 6 gemeenten in onze regio zijn inmiddels al bijna 10.000 wijkhelden actief. Deze zaterdag werden zij in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse Wijkheldenfestival. En dat gebeurde zelfs al voor de 10e keer. Over de stormbaan rennen, zelf vogelhuisjes maken, een salsa-workshop volgen. Ook tijdens dit jubileum van het Wijkheldenfestival is er genoeg te doen voor de kids. En dat mag ook wel, want het werk van de wijkhelden wordt enorm gewaardeerd. Ja, we zijn natuurlijk super trots op alle wijkhelden. Dat deze bewoners gewoon een steentje bijdragen aan een schone buurt. Dat vinden we echt super mooi om te zien. En gelukkig blijft het aantal wijkhelden ook alsmaar groeien. Nou, het zijn ondertussen 9200 die het al doen. Dus we gaan richting de 10.000. Het is super dat ze het doen. Hè. Daar zijn we echt enorm blij mee. Maar eigenlijk is het jammer dat het moet. Hè. Want ruim alsjeblieft je eigen troep een beetje op. En gooi niks zomaar weg op straat. Want vervuiling van de openbare ruimte is een van de grootste overlastgevers op onze Nijmegen. Toch is het dankbaar werk wat de wijkhelden doen. Want er belandt nog steeds erg veel afval op straat. Omdat er sowieso al heel veel troep wordt weggegooid. Sowieso, hè. En ook als er een keer mensen verkeerde vuilniszak aan de straat zetten. Die kapot gegeten worden door de ongedierte of zo. Wat dan wegwaait over straten. En dan gaan deze mensen die wijken rondom allemaal op te ruimen. Ja, dat is echt wel super goed dat die mensen dat doen. Waarom zijn jullie wijkheld geworden? Omdat ik het heel leuk vind. En ik vind ook goed dat we het doen, omdat ik hou erg van de natuur. Om lekker met z'n allen te gaan oprapen, de afval en lekker met vriendjes en vriendinnetjes. En dan wordt het lekker schoon, hè? Ja. Nou, ik vond het leuk om de natuur op te ruimen, want ik vond het niet goed voor de dieren ook dat er zoveel afval in de natuur was. En wat maakt het nou zo leuk om een wijkheld te zijn? Nou, dat ik het met iedereen doe, dat is ook leuk. En dat de natuur dan opgeruimder is. En hoe word je nou eigenlijk zo'n wijkheld? Nou, dat is eigenlijk super makkelijk, want zoals burgemeester Brul straks al zei, iedereen kan wijkheld worden. Meld je aan via wijk-helden.nl, spullen worden thuis bezorgd en je kan meteen aan de slag.